Mijn naam is Ton den Boon, Nederlands hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Hier ziet u de meest recente editie uit 2015. Ik wil het met u hebben over een schrijver, Willem Frederik Hermans. Hier ziet u zijn foto. Hermans werd op 1 september 1921 geboren en dat betekent dat we deze dagen zijn 100ste geboortedag gedenken. Hermans was een van de belangrijkste schrijvers van de tweede helft van de 20e eeuw. Hij schreef bijvoorbeeld Moedwil en Misverstand, De Donkere Kamer van Damocles, Nooit meer slapen, Mandarijn op zwavelzuur, De laatste resten tropisch Nederland, Het sadistische universum, Een wonderkind of een totalos en de oorlogsroman De tranen der Acacia's. Hier ziet u aan de zijkant stickertjes en die verwijzen naar bijzonder woordgebruik of naar bijzondere uitspraken van Hermans. Want als een woordenboekmaker een boek gelezen heeft, dan ziet het er na afloop meestal zo uit. Want een woordenboekmaker is altijd op zoek naar bronnen, nieuwe bronnen voor het woordenboek. Nou, woordenboeken, daar had Hermans het niet zo op. Maar vooral had hij een beetje een hekel aan de Dikke Vandalen. Die zag er destijds nog maar zo uit, eendelig. Of iets later zo, tweedelig. Over Vandalen zei Hermans eens, wat de Bijbel is voor dominees, dat is de grote Vandalen voor de overige zeurkousen. Hij vond namelijk dat het woordenboek een beetje te normatief was, of juist niet normatief genoeg, en in ieder geval niet informatief genoeg. En wat heel belangrijk was, hij vond dat er te weinig belangrijke schrijvers in werden geciteerd, met bijzondere zinnen. Nou, dat is wel veranderd. Sinds de jaren 90 worden veel klassieke, maar ook moderne schrijvers in het woordenboek geciteerd, waaronder dus ook Hermans. Zo vind je bij het trefwoord held een illustratieve voorbeeldzin van hem, namelijk, wat is een held? Iemand die straffeloos onvoorzichtig is geweest. Dat is natuurlijk geen woordenboekdefinitie, maar het zegt wel iets over hoe wij soms tegen helden aankijken. Nou, zo zijn er veel meer citaten van Hermans in het woordenboek te vinden, maar er zijn ook een paar uitdrukkingen in het woordenboek opgenomen die we aan Hermans te danken hebben. Zoals de laatste resten tropisch Nederland, want in de krant wordt die nog steeds wel eens gebruikt, die uitspraak, die uitdrukking ter aanduiding van de voormalige overzeese gebiedsdelen. Hermans had in zijn tijd dus het niet zo op met Vandalen, maar Vandalen heeft het inmiddels wel behoorlijk op met Hermans. Dus zo is het uiteindelijk misschien toch nog wel goed gekomen tussen Hermans en Vandalen. Dank voor het kijken.